Goedemorgen. Ik heb de instelling in ieder geval om iedere dag iets bij te leren. Iedere dag weer proberen om jezelf te ontwikkelen. Dus om beter te worden. Ik maak dingen mee en ervaar dingen wat gewoon voor heel weinig mensen is weggelegd. In ieder geval die dat gewoon niet of nooit zullen halen of bereiken. Marco Bizot beseft dat hij een bijzonder beroep heeft. De doelman keept sinds deze zomer voor AZ en het bevalt hem erg goed. Zeker in vergelijking met vorig seizoen en toen hij nog in België bij Genk speelde. Daar werkt het toch soms even allemaal net iets anders. Is het niet eigenlijk zo gemoedelijk en zo prettig als dat het hier is. Dus ik heb er ook wel eens gewoon echt serieus over nagedacht van, ja, weet je, wil ik dit eigenlijk nog wel? Zo erg is het soms wel eens geweest eigenlijk. Maar toch nooit opgegeven, altijd door blijven gaan. Nu dat ik hier ben en hier dan weer elke dag kan en mag werken met deze groep en deze trainers en op deze accommodatie. Ja, heb ik gewoon echt plezier om te doen. Is het weekprogramma van Marco Bizot. Starten met de wedstrijd. En daarna is er ruimte voor evaluatie van de wedstrijd. Er is een gedeelte daarna waarbij de individuele ontwikkeling centraal staat. Het ontwikkelen van het team. En naarmate de week langer duurt, is er de teamtactische voorbereiding op de komende wedstrijd. Ik hou van een lekkere goede training. Ik train liever ook lang. En ik hou van veel variatie, veel oefeningen. Lekker keeperstraining. Ik kan er wel van genieten om op het veld te staan. Een serieuze jongen, een rustige jongen. Ook wel met de nodige ervaring gezien zijn verleden in Groningen en in België. Een jongen die zich heel graag nog verder wil ontwikkelen in het keepen. Dus het is heel prettig om met hem samen te werken. Er heerst gewoon een sfeer waarin we gewoon willen ontwikkelen en onszelf beter willen maken op allerlei vlakken. Dus dat zie je echt terug. Kijk, als hij zachter is, kan je hem in één keer spelen. Ja. Of moet je hem in één keer spelen. Is hij wat harder, dan heb je meer opties. Hij is met name in het organisatorisch deel en in het opstellen is hij gewoon is hij sterk. Waardoor het soms minder spectaculair oogt, maar niet minder effectief. Dat had misschien, ik denk dat Mits of Teunen eraan komt. Toen hij kwam, heeft hij eigenlijk een hele goede ontwikkeling doorgemaakt in de voorbereiding. En de laatste oefenwedstrijd was tegen Udinese uit. Toen keepte hij echt fantastisch. De beste wedstrijd van dat moment. En de week daarna speelden we naar PSV. Nou, dat was niet zo'n goed begin. Hè. Daar heeft hij niet zijn beste wedstrijd gespeeld. Dus dat was eigenlijk wel een kleine tegenvaller. Alleen daarna heeft hij dat wel echt prima opgepakt. En wel weer de stijgende lijn te pakken. En hij gaat het steeds beter doen, gelukkig. AZ doet het de laatste weken uitstekend en Bizot speelt daar een belangrijke rol in. Dat voelt gewoon goed van binnen, dat voelt fijn van binnen. Dat de mensen lachen, waardoor je zelf ook happy bent. Waardoor je zelf ook lachend op straat loopt of na een wedstrijd een rondje door het stadion loopt. Dan kijk je gewoon vol trots wat je hebt bereikt die dag of die weken ervoor zelfs. Engels zelf en de volgende redding van Bizot. Op het moment dat ik hier binnenkwam. En het moment dat ik hier al, of het eind van het seizoen is, of de deur verlaten misschien. Dat ik kan zeggen van mezelf, oké, ik ben weer een beter keeper geworden. Ik ben een beter mens geworden. Ik heb weer veel geleerd. Ik heb veel ervaren. Ik heb hopelijk prijzen gepakt. Ik heb iets betekend voor AZ, iets voor mezelf. Het is gewoon een ontwikkeling, ja. Dat leren. Dat is het belangrijkste, dat je dat kan blijven doen van jezelf. Dat houdt me tevreden. Bij de middag.